Gisteren bracht Juice-koningin Yvonne Koldewijer naar buiten dat er mogelijk mega-Juice naar buiten gaat komen over de echte vader van André Hazes junior. Rachel laat via haar woordvoerder Guido den Aantrekker nu op dit gerucht. Je kan van Yvonne Koldewijer vinden wat je wil, deze pittige tante heeft het verdomd vaak bij het rechte eind. Zij was het die anderhalf jaar geleden al voorspelde dat Ras haar zoon een sommatie zou gaan sturen over het gebruik van zijn artiestenaam. En ja, opnieuw heeft Yvonne het bij het rechte eind... ...want eerder deze week plofte de brief met de sommatie bij André op de deurmat. Op last van zijn moeder, die de merknaam Hazes beheert, moet hij vanaf nu junior... ...aan zijn artiestennaam toevoegen. Yvonne deed nog gisteren nog een andere voorspelling. De sommatie is slechts het begin en Ragel zou zelfs gaan onthullen... ...dat weilen André Hazes eigenlijk de vader van Junior niet is. Wie de vader dan wel zou zijn? John de Wolf is al een keer voorbijgekomen maar Marco van Eyck zou de vader van André zijn. Story baas Guido den Aantrekker, die onofficieel woordvoerder is van de zonnebankkoningin, gaat hier dieper op in. Marco was naast André SR, de andere grote liefde van Rachel. Die is, voor haar heel pijnlijk, in hetzelfde jaar dat André overleed, in 2004, in april geliquideerd in België. Den Aantrekker beaamt dat André best lijkt op Marco. Volgens Guido heeft Rachel hem verteld dat Marco in de gevangenis zat toen André werd verwekt. En dat niet alleen, hij zat onder een zwaar regime waardoor de liefdebedrijven er niet in zou hebben gezeten. Dat is tenminste wat Rachel beweert en wat haar buikspreekpop Guido dan weer op televisie verkondigt. Wat dit hele gebeuren interessant maakt, is dat de storychef het nooit in zijn hoofd zou halen om iets te vertellen wat Rachel niet wil. En Yvonne Koldewijer, die heeft het meer dan eens bij het juiste eind gehad. Wat zeker is, is dat dit vervolgd wordt.